Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tilkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een hele mooie festoen maken. In mooie herfstkleuren, een mooie volle festoen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe het dan. Dit kost helemaal niets, maar het blijft op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Je zit nergens aan vast, kost helemaal niets, maar je zorgt er wel voor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Dus dat zou ik heel leuk vinden. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op en we verzenden gewoon door heel Nederland, België en Duitsland. Dus het komt gewoon naar je toe, extra makkelijk. Ik kreeg vaak de vraag van hoe doe je dat met verse bloemen? Ook deze worden, kunnen gewoon verzonden worden. Dat doen we op een hele goede manier, dus dat is geen probleem. Goed, we gaan met mooie herfstmaterialen werken. En alle materialen zijn mooi gedroogd of drogen mooi in. En met wat apartere materialen. Allereerst heb ik een mooi dik touw, daar gaan we op binden. Doordat die dik is, hebben we al een mooie body waar we hem dan omheen kunnen werken. Heb je trouwens iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's of je iets van met mijn pakketten hebt gedaan of als ik je gewoon heb weten te inspireren? Deel het op Facebook of Instagram en tag mij, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Aan het eind van deze video heb ik ook weer een winnaar die een cadeaubonswaarde van 15 euro heeft gewonnen. Dus dat is natuurlijk super leuk als je mee hebt gedaan en wat hebt gedeeld. Blijf dan vooral kijken. En anders natuurlijk ook. Goed, ik heb allemaal mooie materialen, sterke materialen. In herfstkleuren. En wat we eerst gaan doen is allemaal toefjes maken. Zodat we mooie compacte toefen hebben die we dan straks eromheen kunnen binden. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst zet ik eventjes de lampionnetjes op draad. Ik prik voorzichtig het ijzerplaatje ertussen door. Ik buig het bij elkaar. En langs een steeltje draai ik eromheen. En dan zie je dat we mooi op draad hebben en goed stevig straks kunnen verwerken. De lampionnetjes altijd heel leuk erbij tussen. Echt herfst. Dan heb ik een gemengd bosje met allemaal soorten heide, safari, mooie stroobloemetjes, distel en steeneik. En dit gaan we allemaal verwerken in toeven. Dus ik maak korte stukjes en die pak ik dan bij elkaar. Dan bind ik eventjes een ijzerdraadje omheen. Als je takken te lang genoeg zijn, dan kan je het ook zonder ijzerdraad doen. Maar vaak als je hem even op draad zet samen, dan krijg je hem wel heel mooi compact. Je zult zien, er gaat veel materiaal in een toef. Vooral als je hem mooi compact wil hebben. En mooi vol. En dan maak ik toefjes. Ik doe er een ijzerdraadje omheen. En dan heb ik een mooi toefje bij elkaar. En dit mag je met alle materialen doen. Als je dit soort lange pampasgrassen wil verwerken, kan je er natuurlijk helemaal zo in doen, maar dan is het best wel grof. Dus wat je ook kan doen, is de zijkantjes er afhalen en dan verdelen en dan een korte toefje maken. En die dan op dezelfde manier eigenlijk op draad te zetten. Dus eventjes een boogje te maken en het langste eromheen te wikkelen. En dan kan je eventueel het toefje ook korter verwerken. Vind ik vaak wat mooier. Omdat je dan net wat verfijnder kan werken. Dan is het tijd om te gaan beginnen met het binden op het touw. Ik heb al eens vaker uitgelegd hoe je een toef maakt. Maar ik ga het gewoon weer stap voor stap uitleggen. Wat je eigenlijk gaat doen. Ik heb dus een hele bult met allemaal toeven. Zoals je ziet. Dat heb ik net voorgedaan hoe je dat doet. En je steekt ze verdeeld op. Dus je legt elke keer een toef erop.
Dan bind je hem met ijzerdraad eromheen en dan pak je de volgende. En zo doe je dat trapgewijs. Als je hem mooi vol wil hebben, is het belangrijk dat je ook dat je niet alleen aan de bovenkant bindt, maar ook aan de zijkanten. Zodat je een mooie, stevige en volle toef krijgt. Als je alleen aan de bovenkant doet, zo trapsgewijs, kan ook hoor, maar dan wordt hij wat smaller. Dus dat is, daar kun je een keuze in maken. Ik maak eerst het ijzerdraad vast. Zodat het goed vast zit aan het touw. En dan pak ik de eerste toef en die leg ik onderaan. En ik bind het ijzerdraad eromheen. Even twee wikkelingen, of drie. Om het begin te maken, trek hem even goed aan. Dat hij goed vast zit. En dan pak je dus de volgende. En let goed eventjes op de verdeling. Een beetje aan de zijkantjes. Wikkel er omheen. Ik heb hier nog wat ijzerdraad. Dat knip ik even af. Let op dat er geen ijzerdraad uitsteekt. Want het beschadigt straks je deur of waar je hem op wil leggen. Op wil hangen. Dan doe ik er ook even een mooi lampionnetje tussen. Kijk, dan beginnen we al een begin te hebben. Mooi die kleuren bij elkaar. Echt heel mooi warm ook. En dit doe je eigenlijk tot je materialen op zijn. En je let dus goed op de verdeling elke keer. Dat het mooi tot zijn recht komt. Ik heb hier wel wat rood. Dan komt hier ook weer het rode terug. En hier wat oranje. En dan aan die kant ook wat oranje. En trek hem elke keer even goed aan. Dat hij goed vast zit. Ertoe. Als je dan bij het eind bent aangekomen en je hebt alles opgewikkeld van je materialen, dan maak je op het eind even wat extra wikkelingen, dat het extra goed vast zit. Je trekt hem ook even heel goed aan, goed stevig zit. Knip je het ijzerdraad even af, die werk je netjes weg. En de overige takken die nog uitsteken, knip je ook even af. Zoals je ziet hebben we dan een hele mooie kleurrijke toef. Maar hoe leuk is het om in de donkere dagen de lampjes aan toe te voegen. Ik vind het altijd heel gezellig staan. Maar zo is het natuurlijk ook al super mooi. Maar die lampjes vind ik dat net even afmaakt. De herfstkleuren bij elkaar kleuren echt heel mooi. Ik hou van die warme tinten. Zo vooral dat roze met oranje. Dat doet het echt heel erg mooi. En de lampjes die wikkelen we gewoon voorzichtig omheen. En het mooie aan deze lampjes is dat ze een plat batterijtje hebben. Dus je zit niet met grote kastjes of wat dan ook. Het zijn echt mooie platte batterijtjes. Dus daardoor kan je hem heel mooi wegverwerken in de toef.
En die wikkel ik er dus omheen. En het kastje gaan we dan op het eind wegwerken zo. Dan wikkel je ook eventjes het kastje eromheen, totdat het helemaal is weggewerkt. Je zag dat het batterijtje aan de bovenkant zit, dus die leg je er eigenlijk op. Zoals je ziet. En daaromheen wikkelen we weer touw, zodat je wel het lampje aan en uit kan zetten. Dit mooi vast zit, zodat het echt iets wat meer bescherming heeft. En het is mooi weggewerkt. We werken dat weg met hetzelfde touw als waar we hem op hebben gebonden. En dan maken we straks ook gelijk een lus waar we hem mooi kunnen ophangen. Zodat we het helemaal mooi hebben afgewerkt. Ik doe er even een knoopje in het dunnere touw om het kastje alvast vast te zetten. En dan wikkelen we net zo lang totdat je hem eigenlijk niet meer ziet. Daarnaast maken we gelijk even een lus van het overgebleven touw. Je buigt hem dan gewoon dubbel en je bindt dat met het lampje mee. En je maakt dus net zo lang een wikkeling totdat je het lampje niet meer ziet en alles mooi is weggewerkt. En ook de lus komt dan gelijk mooi vast te zitten. Dus je werkt alles in één keer mooi weg. Mag dus echt een flinke wikkeling zijn. Zorg wel dat je bij het lampje blijft klunnen. En het eind kan je gewoon even aan de achterkant vastmaken met een knoopje. En kijk, dan is die heel mooi afgewerkt. Dan hebben we een prachtige festoen. En zoals je ziet hebben we dan een prachtige festoen, herfsttoef, hoe je het ook wil noemen. Hele mooie herfstkleuren. Met de lampjes vind ik dat het helemaal afmaakt. Maar ook zonder lampjes is het natuurlijk prachtig. Omdat het wel zo mooi warm van kleur is. Maar toch gezellig in de warme dagen. En op een mooie manier afgewerkt. Je kan hem natuurlijk binnen en buiten hangen. En onder een overkapping. Nou, natuurlijk super leuk. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Zoals ik al zei, hebben jullie nog een winnaar van mij te goed van de deelactie. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Heb je al weten te inspireren of dat wel met een pakket van mij is? Of dat je dat gewoon zelf hebt, je iets zelfs hebt gemaakt? Deel het op Facebook of Instagram. Tag mij en dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En die winnaar komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt wat moois gemaakt en jij hebt het gedeeld op Facebook of Instagram. En wint een cadeaubon ter waarde van 15 euro en mag contact met ons opnemen. Goed, dan hoop ik dat jullie het weer een hele leuke video vonden. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zien jullie mij in de volgende video weer. Doei!